Liedmanen. Al te vaak is hij nog niet in Leeuwarden geweest, maar vandaag dan toch voor het laatst, althans om het te voetballen. Geen buitenspel, geen buitenspel voor Van Utrecht. De paas kwam op het goede moment en Van Utrecht was op het juiste moment ook vertrokken. Maar de vlag van de grensrechter gaat onverbiddelijk omhoog. Kijk, hij bevindt zich nog op eigen helft van Utrecht als de paas komt. Het scheelt zeker anderhalve meter. De Cler. Olysee. Op de huid gezeten meteen. Abma voor Babangida. Inmiddels Knopper. Die verloor de slag op agressiviteit, maar vindt de bal wel terug. En kan er wat mee doen. Kan Arvelatse lanceren. En Arvelatse rond het heel fraai af. Shota Arvelatse profiteert van een slippertje ook in het Friese centrum van Burholter. En lepelt de bal dan over de rond. Knopper is de aangever. Burholter werkt mee. Arvelatse ziet zijn kans schoon en maakt zijn zesde van deze competitie. Abma. Rechtstreeks naar Dijkhuizen. Die de bal dan wel kan vasthouden. En dan moet de rest wel aansluiten. Anders houdt hij die bal vast voor niets en niemand al. Dormusoglu. De Roo. Goed meegegeven. De Roo. Was dit Hens? Er was wel appel. Geen fluitsignaal. Bovendien is een voordeel voor Cambuur van Utrecht. Maar het was eigenlijk nog een schot. Nog een voorzet. En dus kon niemand zijn voeten tegen plaatsen. Dijkhuizen biedt zich aan. Maar Ferrier, die een ongelukkige wedstrijd speelt. En ook deze bal niet goed behandeld. En tot nu toe zijn ploeg weinig goede dienst heeft bewezen. Hoekstra. Dat is goed gedaan van Hoekstra. Knopper, Babangida. Knopper moet afvuren. Zo blijft het verzuim van Ferrier ook ditmaal onbestraft door Ajax. Oesta. Die kant op, denkt hij. En Dijkhuizen is daar. Het is goed gedaan van Dijkhuizen. En nog beter van Dormusoglu. Het is een opportunistisch spel dat Cambuur speelt. Dat is het wapen, het enige wapen van de ploeg. De mouwen omhoog en de vuistballen. En dat gebeurt hier tot genoegen van Gert Kruis. Dijkhuizen fungeert als bliksemafleider en aangever. En Van der Sar kan niet aan de schuiver van Dormusoglu komen. En zo wordt dat doelpunt gevierd. 1-1. Arvelatse, onschadelijk gemaakt door Burholter. En goede kopbal, goede geplaatste kopbal bovendien. Dormusoglu. Niemand schiet hem te hulp, niemand van Cambuur althans. Toch komt hij uit bij Beking. Dat is knap van Dormusoglu. En dit schot is ook niet zo verkeerd. Maar nu stond de keeper helemaal op de goede plek. Cler. Hoekstra. Grunkjer. Goed. Hoekstra. Vrijgespeeld. Maar niet voldoende geprofiteerd door Ajax. Dijkhuizen. Terug bij Hoekstra. En nu dan toch weer Dijkhuizen. Goeie bal. Geen buitenspel. Dormusoglu kwam van de eigen helft. En wordt op weg naar 2-1 gestuurd door Oesta. En hij verzilvert die buitenkans. Tweede doelpunt van Kenan Dormusoglu. Op de eigen helft gestart door Dormusoglu. Melchior stapt dan bovendien nog te laat. Zwaait wel heftig, maar dat heeft geen enkele zin. En Dormusoglu doet het dan vervolgens toch eigenlijk op zijn gemak. Is heel zeker van zijn zaak en schiet Cambuur naar de 2-1 voorsprong. Daar kijkt men alsof het kalf alweer verdronken is. Maar de wedstrijd is nog niet halverwege. Grunkjer, Sibon, zijn tweede activiteit. En weer Grunkjer, achtervolgd door Ferrier. Ferrier die wat moed verzameld heeft omdat hij in de eerste helft het wel moeilijk had. Maar eigenlijk geen averij opliep. En die nu Grunkjer dus aftroeft.
Hoekstra. Liedmanen. De Cler. Aanval over een breed front. Liedmanen. Nu weer helemaal naar de andere vleugel. Babangida. Dat is een goede voorzet. Maar de aanvallers van Ajax kijken slechts. Gaan niet voor de bal. Melchiot. Sibon. Vrije kans. Klopper. De redding van de Ron. En dan wordt vervolgens Liedmanen min of meer onder de grond gestopt. Zodat die het gevaar verder niet kan stichten. Maar de kans is er toch vooral voor Knoppen. Bij lange na geen buitenspel. Al zijn er Cambuur-spelers die daar anders over denken. De Ron appelleert niet en doet wat hij moet doen. De bal tegenhouden. En dan wordt Liedmanen daar onder de grond gestopt. Door Moussoglu. Krijgt de bal helemaal verkeerd. Sibon bereikt Wamberto. Hoekstra. Sibon komt mee, zoekt de tweede paal op. Maar daar is Wamberto. Ferrier is gehaaide. Ferrier die zo slecht begon in de wedstrijd. Maar die zich behoorlijk hersteld heeft. Wamberto. Berhalter. Speelt wat hard terug op de Ron. Maar de Ron herstelt de schade bij tijds. Die zag de dijkdoorbraak aankomen. En als een soort Hansje Brinker stak hij zijn duim op het goede plekje in de dijk. Liedmanen. Van de bal gezet. Hoekstra. Sibon. Ja, die denkt, laat ik niet al te moeilijk doen. En maar meteen schieten. Babangida. Omvergelopen. Vrij schop Liedmanen snel genomen en Sibon met een goede kant. Cornervrouwde, 0 voor Cambuur. Dit is de 8e voor Ajax. Maar corners leveren geen treffers op. Dat is alleen in straatvoetbal zo. Sibon, Melchiot, wel heel dicht bij het doel nu. En nu is daar een geweldige scrimmage. Waarbij Cambuur als winnaar tevoorschijn komt. En ook nu wint Cambuur het grondgevecht. Van Utrecht. Abma. Dijkhuizen. Ziet die bal komen. Legt hem neer voor Levchenko. En die weg naar 3-1 is daar toch helemaal voor Cambuur. Maar Levchenko, man. Waarom doe je dat nou zelf? Waarom laat je het door Moussoglu niet doen, die al heeft laten zien in de eerste helft dat hij daar raad mee weet van IJswijk. Gaat maar zelf met grote passen. Oesta door Moussoglu. Het rammelt weer aan alle kanten bij Ajax. Levchenko wil nu die bal van door Moussoglu krijgen. Dijkhuizen, Levchenko, 3-1. 3-1, Sportclub Cambuur. Yevgeny Levchenko. Laat Gert Kruijs een gat in de lucht springen. Net was hij te egoïstisch, die Rus. Maar nu wordt hij bedolven. Omdat hij de 3-1 op het bord heeft gebracht. Door Moussoglu. Dijkhuizen is het tussenstation, niet onbelangrijk. En dan een hele droge knal van Yevgeny Levchenko. Babangida. Goré. Knopper, Goré. Ja, het is niet meer de wedstrijd. Als je naar Ajax kijkt dan, met een Ajax-beeld op eventueel, van de dubbel 1-2's. Het is de wedstrijd van vechtlust en knokken. En het kan Cambuur veel beter. En het wordt beloond met 4-1. 4-1, Leonard van Utrecht. Door Moussoglu is er als eerste bij. En Dijkhuizen is er gauw bij, want ze hebben nog lucht zat, die Vriezen. Longen als paarden. Zo wordt die verdediging weer opengebroken. Van der Sar uit zijn doel. Zijn doelpost verlaten. Buitenkantje rechts vindt van Utrecht het gaatje naar 4-1.